De man die woensdagochtend dood werd gevonden bij een woning aan de Vijverlaan in Son is de 72-jarige Jan Smets. Vermoedelijk is hij om het leven gebracht door zijn geadopteerde zoon van 24, met wie hij samen in het pand aan de Vijverlaan woonde. Zijn zoon werd woensdagmiddag aangehouden en van hem zou bekend staan dat hij geestelijk ziek is. Wat precies de reden is voor het misdrijf is nog niet officieel bekend. Woensdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering in Son en Breugel sprak de burgemeester over een drama in familiekring.